Hoi, en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie de YouTube tag, oftewel hoe ben ik YouTube begonnen, waarom ben ik het begonnen, heb ik tips voor jullie om een YouTube kanaal te beginnen. Kortom, ontzettend veel vragen die ik ga beantwoorden wat betreft YouTube, dus ik zou zeggen, laten we heel gauw beginnen. Waarom en wanneer ben ik YouTube begonnen? Ik ben YouTube begonnen op, dan moet ik het wel goed zeggen, 24 september 2014. Dat is tenminste de datum waarop mijn allereerste video online kwam. Behoorlijk tijdje terug, ik ben alweer bijna 4 jaar bezig. En waarom ben ik YouTube gaan doen? Eigenlijk om herinneringen vast te leggen. Ik ben niet YouTube gaan doen met het doel, ik wil video's maken omdat ik bekend wil worden, omdat ik geld wil verdienen met YouTube. Dat helemaal niet. Ik ben het gaan doen om herinneringen te gaan verzamelen, te gaan bewaren. Ik vond het heel erg leuk toen ik YouTube video's zag van andere YouTubers die gingen vloggen. En ik dacht, zoiets kan ik ook. Dat is leuk. Je kan daarin ook dingen gaan bewaren voor jezelf. Je kan het jezelf maken. En dat is eigenlijk de reden waarom ik YouTube ben begonnen. Wat is de reden dat ik YouTube ben begonnen? En wat is het verschil met de content die ik toen maakte en die ik nu maak? Eigenlijk heel veel. Als ik het vergelijk met mijn allereerste video, is het echt schaamte. Ontzettend veel schaamte. Ik begon in het Engels, omdat ik begon met kijken video's van Elfie, Pointless Blog. Die video's keek ik elke dag en ik dacht, hey, dat is grappig, dat kan ik ook. Dus ik begon mijn video's in het Engels en vervolgens vlogde ik de rest door in het Nederlands. En ik eindigde mijn video's ook weer in het Engels. Dat is natuurlijk heel raar. Of je het één taal of je doet het gewoon helemaal niet, maar dat was gewoon iets wat ik eigenlijk altijd deed. En dat was super doof, dat is super awkward en super raar. Maar ja, dat is het grote verschil eigenlijk. Ja, en de angst. Ik vond het vroeger heel eng om te filmen waar andere mensen bij zijn. Ook mijn ouders. En nu boeit het me eigenlijk helemaal niet meer. Of ik naar buiten loop, in de supermarkt, in huis. Het maakt me echt niet meer uit. Ik vind alles best. En ja, ik heb er wel iets meer zelfvertrouwen door gekregen. Wat is de eerste video die je ooit hebt geüpload? Dat was een vlog en dat was rond de kerstperiode, dat vergeet ik wel. Ik weet nog dat we wel al helemaal in september in de kerstsfeer waren. Heel raar misschien, maar ik was in ieder geval wel helemaal in de kerstsfeer en in de wintersfeer. Dat vergeet ik nooit meer. En ik begon eigenlijk een video alsof ik dit al jaren deed. Ik vlogde erop los, ik liep buiten met een vlogcamera, ik liep naar mijn oma met een vlogcamera. Dat vergeet ik echt nooit meer. En mijn oma dacht ook bij de eigen, wat is die aan het doen? Waarom komt hij zo vrolijk zo met de camera binnenlopen? Dat is toch raar? Is het ook. Maar ik begon eigenlijk alsof ik niets anders wist. En achteraf denk ik, had ik misschien wel anders moeten starten. Uitleg waarom ik dit doe, wie ik ben. En niet zomaar moeten beginnen. Wat is het meest recente kanaal waarop je geabonneerd bent? Eigenlijk best een hele goede vraag. Die ga ik gelijk even checken. Want ik abonneer nogal vaak op allerlei kanalen. Dus dat gaan we gewoon eigenlijk even checken. Dat moeten we eigenlijk wel gewoon even checken, jongens. Even kijken hoor. Meest recente kanaal. Ik heb echt geen flauw idee. Echt geen flauw idee. Volgens mij kan dat beter zien op de laptop. Die gaan we even checken. Gevonden, het kanaal Sadie6Hi. Dat is eigenlijk een soort lifestyle-achtig kanaal. Ze maakt vlogs op een ander kanaal die ze heeft, maar op dit kanaal doet ze eigenlijk heel veel lifestyle dingen zoals morning routines, cleaning habits, echt van alles. Super, super leuk kanaal. En daar ben ik dus pas achter gekomen en daar heb ik op geabonneerd. Wat is je favoriete video die je hebt geüpload? Mijn favoriete video is denk ik de video dat ik Amerikaans snoep probeer. Ik kan me nog herinneren dat ik toen bij de Yamin allerlei snoep heb gehaald en dat eigenlijk ben gaan testen. En dat is ook eigenlijk de eerste video waarin ik vrienden en familie heb geïntroduceerd op mijn kanaal. Dus dat was op zich wel heel erg leuk. Ik heb die video samen opgenomen met Ashley. Vraag me niet hoe en vraag me ook niet hoe ik het geëdit heb. Het zag er niet uit, maar die vind ik wel heel erg leuk. Wat is je populairste video en waarom denk je dat die zo populair is? Mijn populairste video is de video van Miss Montreal. Dat ik naar het concert hier in Spijkenissen in de stoep ben geweest naar Sanne. En ik denk dat
die video zo populair is geweest om de thumbnail en de naam. De thumbnail was natuurlijk al helemaal super glamorous met Sanna en zo. En de thumbnail was natuurlijk de naam van hoe haar theatertour heette. Dus vandaar dat die waarschijnlijk heel erg populair is. Hij is heel erg goed bekeken. Dus ja, dat is op zich mijn hoogstaande populairste video tot nu toe. Hoeveel video's heb je privé staan? Ik heb nu in totaal 7 video's privé staan. En dat zijn voornamelijk video's die echt super gênant zijn. Video's waar je niks zingt, die heb ik ook geüpload. Waarom weet ik niet. Die heb ik er dus tenminste niet van afgehaald, maar die heb ik privé gezet. En er is een video dat er wat dingetjes afgeschermd moesten worden voor YouTube. Dus die heeft YouTube naar beneden gehaald. Niet ik, maar dat heeft YouTube gedaan. Dus ja, zulke soort video's eigenlijk. Maar ja, niet heel veel bijzonders, zeg maar. Tussen al je abonnementen, wie is je favoriet? Goeie. Ik heb er eigenlijk... Dan moet ik zeggen, ik heb er 3. En dat is eigenlijk... Nou, eigenlijk wel 4. Die ik niet kan kiezen. Die zet ik allemaal op één rijtje, als het mag. Maar dat is Jill van Doren. Coco Jill. Ze heeft natuurlijk de naam nu veranderd. Dat is zeker een eentje die op mijn lijstje staat. Super toffe meid. Ze maakt heel veel leuke video's. Is ook zeker een voorbeeld voor me. Dan hebben we natuurlijk Zoella, Zoe. Maar dan vind ik de vlogvideo's van haar, dus haar kanaal More Zoella, vind ik veel en veel leuker. Het interesseert me zo erg. Zij kan een vlog van 55 minuten uploaden en het blijft gewoon leuk en interessant om te kijken. En daar leer ik heel veel van, want ik verveel me eigenlijk heel snel als ik al mijn eigen video's moet kijken. Dus dat maakt het alleen maar boeiender om van haar heel veel te leren. Dan heb ik nog Lifestyle Spot. Dat is een YouTuber in België. Super leuk kanaal. Super leuk om naar te kijken. Heel interessant om naar te kijken. Ze maakt haar video's ook gewoon heel erg boeiend. Dat is ook gewoon heel erg fijn. En dan heb ik natuurlijk nog een Amerikaanse YouTuber die niet kan ontbreken. En dat is Alicia Marie. En dan ook zeker alleen haar vlogs. Haar andere video's vind ik ook leuk, maar ik heb toch iets meer met vlogs kijken tegenwoordig. Dus dat zijn mijn 4 favorieten. Chill, Lifestyle Spot, More Zoella en Alicia Marie Vlogs. Als je al je video's zou moeten verwijderen en je mocht er 1 laten staan, welke zou je dan laten staan? Dat is eigenlijk wel een hele snelle beslissing. Dit is de vaderdagvideo die ik samen met mijn vader heb gemaakt. Eigenlijk een video waarin mijn vader echt een keer goed in beeld kwam. Mijn vader vindt het leuk wat ik doe. Aan de andere kant vind ik het ook af en toe een beetje niet leuk wat ik doe. Maar het feit dat ik mijn vader zo ver kon krijgen om een video samen met mij op te nemen, vond ik ontzettend leuk. Ik kijk er nog steeds met heel veel plezier op terug. Ik lach er nog steeds ontzettend veel om. Dus dat is wel de video die ik echt zou laten staan als alles verwijderd zou moeten worden. Wat is jouw ultieme tip voor YouTube? Eigenlijk blijf jezelf. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. Doe vooral wat jij leuk vindt. Ga niet uploaden om wat andere mensen leuk vinden. Dus dat is zeker een ding. We hebben bezoek.